Vanavond dus de laatste avond met betrekking tot de drie luiken. Met Christus gestorven, opgestaan en vanavond met Christus gezet in de hemel. Maarten heeft al iets gezegd over het boekje van Watchman Nee. Ik wilde daar ook nog wat uitdelen en dat is dan wel weer wonderlijk hoe dat gaat. Maar ik heb het laten vervallen omdat het te veel werd. En nou begint Maarten erover. En we wisten het niet van elkaar. Maar Watchman Nee die heeft heel mooie dingen geschreven over de Efezebrief, waar we nu een aantal versen uit gaan lezen. En we beginnen in Efeze hoofdstuk 1. Er staat in hoofdstuk 1, het derde vers, het volgende. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat met als doel dat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En dan lezen we verder in vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. En dan nog een paar versen uit hoofdstuk 2... Daar lezen we vanaf vers 4 tot en met het zesde vers. Hoofdstuk 2, vers 4, daar staat het volgende. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Tot zover. We gaan nog een aantal andere gedeelten bekijken, maar dit even als inleiding en als uitgangspunt voor het thema met Christus gezet in de hemel. De Efezebrief, dat is een rijke schat. En ik zou tekst voor tekst wel met jullie willen behandelen. Geweldige inhoud voor de leer met betrekking tot de gemeente, maar ook tot het leven met God. Leer en leven, handel en wandel, dat gaat in de Bijbel altijd samen. En het is de eerste brief die ik na mijn bekering, toen ik tot bekering en geloof was gekomen, tekst voor tekst heb doorgenomen. En ik zou je willen aansporen om dat voor jezelf ook te doen. De Efezebrief. Een enorm rijke brief. En het doel van die brief is de opbouw van het lichaam van Christus. Komen tot de geestelijke volwassenheid. En daarvoor zijn we hier bij elkaar. We zijn begonnen, al heel wat lessen terug, met geloofszekerheid.
Maar we zien in de Efezebrief dat het verlangen van God en Paulus verwoord dat aan de gemeente van Efeze. En over hun hoofd heen verwoord hij het aan ons. Dat hij wil, dat hij verlangt dat we komen tot de geestelijke volwassenheid. Dat we niet in de kinderschoenen blijven staan. Maar dat we verder groeien. Dat is een gezond geestelijk proces. Nou zou je de Efezebrief in kunnen delen in twee gedeelten. Hoofdstuk 1 tot en met 3 en hoofdstuk 4 tot en met 6. En hoofdstuk 1 tot en met 3, daar gaat het over onze positie als gelovigen. De plaats van een christen. Het in Christus zijn. Onze nieuwe positie nadat we wederom geboren werden. Tot geloof zijn gekomen. We hebben een nieuwe positie gekregen. En dat onderwijs geeft Paulus in de eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief. In hoofdstuk 4 tot en met 6, daar gaat het niet over onze positie, maar over onze conditie. Daar gaat het over de praktijk van een christen. Niet zozeer wie ik in Christus ben, maar wie ik voor Christus ben. De praktijk van mijn leven. In hem een nieuwe positie. Hoofdstuk 1 tot en met 3. Hoofdstuk 4 tot en met 6. Wie ben ik nou in het dagelijks leven? Wat is mijn plaats in deze wereld? Hoe geef ik daar gestalte aan? Mijn conditie. Wie ik voor Christus ben. Nou, en Paulus die onderwijst ons, en ik wil vanavond, zoals ik het in het begin al zei, een kanaal van Gods zegen zijn, een instrument in zijn hand, om de rijkdom die we als gelovigen bezitten, die we hebben ontvangen, dat ik die jullie meer en meer bekend mag maken, meer en meer mag verklaren, zodat je je gaat verwonderen aan het begin van een nieuw jaar hoe rijk je bent in de Heer Jezus Christus. En ik geloof zelf dat dat is wat de apostel bedoelt als hij het heeft over opwas in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Dat daar waar wij meer van de Heer Jezus leren kennen, dat we meer en meer verstaan wie hij is en wat hij gedaan heeft. Niet alleen voor ons, maar ook met ons. Als we daar meer zicht op krijgen, dan wijden we ons als vanzelf aan hem toe. En daarom moeten we ons met de Heer Jezus bezighouden. En met hem alleen. En dan ga je als vanzelf geestelijk groeien. En dat is nou exact wat Paulus wil in de Efezebrief. Om ons niet alleen te leren wie we in Christus zijn, maar ons te leren hoe we overeenkomstig onze nieuwe positie gaan leven. Kunnen leven, mogen leven. God genieten. Ik heb dat vaker gezegd en ik wil dat erin houden, want ik kom heel veel mensen tegen die daarmee worstelen. Dat gezegd hebbend, wil ik eens gaan kijken in de Bijbel. Wat is ons dan geschonken? Wat hebben we dan ontvangen? Want als je niet weet wat je ontvangen hebt, hoe zou je je dan over zoiets kunnen verblijden? Toch? Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dat kan iedereen begrijpen. We hebben vorige keer gezegd, en ik herhaal die tekst om even de draad op te pakken. Paulus die schrijft in de Romeinenbrief, hoofdstuk 6, vers 5. Want als wij met hem één plant zijn geworden, in de gelijkmaking aan hem in zijn dood, dan zullen wij het ook zijn, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. We zijn één plant met hem geworden. En wanneer ben ik één plant met hem geworden? Nou, dat is het moment geweest dat ik tot geloof kwam, dat ik tot bekering kwam. En ik hoop dat dat voor in ieder van ons glashelder is. En dan gaat het me even niet om de tijd of het moment, of dat dat meer een proces is geweest. Maar dat je duidelijk weet in je eigen leven, ik ben overgegaan van de duisternis naar het licht. Ik ben van koning veranderd. Ik heb een nieuw leven gekregen. En op dat moment, vanaf dat moment, ben ik onlosmakelijk met de Heer Jezus verbonden. Een nieuwe eenheid is er ontstaan. Wonderlijk. En dan ben je tot bekering gekomen, dan ben je tot geloof gekomen. En begrijp je dan alles al? Wat je ontvangen hebt?
Versta je dan de rijkdom die je ontvangen hebt? Misschien zeg je nee, maar daarom zit ik vanavond hier. Nou, dan ben je op de goede plek. Want we begrijpen dat niet allemaal in één keer. Dat kan ook niet. Ik was dit aan het voorbereiden. En toen kwam de gedachte in mijn hart. Heere God, wat een rijkdom. Ik kan het amper verwerken. Zoveel rijkdom, zoveel schatten die God open liet gaan. En waarvan hij zegt, dat is nu van jou. Al het mijne is het jouwe. En al het jouwe is het mijne. Een nieuwe eenheid, wonderlijk. En dat kan je niet binnen één dag verstaan allemaal. Het zou te veel voor je worden. En het is net als met mijn zoontje Levi, die op dit moment heel leergierig is. Hij wil alles weten. En dat is een mooie eigenschap. En ik hoop dat je net zo leergierig bent als hij. Maar ik moet hem stukje bij beetje de dingen van het leven uitleggen. Hij gaat wel vaak mee met mij als ik ga spreken. En dan hebben we hele gesprekken in de auto. En bijna heel de weg vraagt hij, waarom dit? En dan leg je het uit, ja, maar goed, waarom zeg u dan dat? En het is voortdurend vragen. En dat is heerlijk, soms dan word ik er ook wel eens een beetje moe van. Want dan wil ik zelf eventjes lekker rustig nadenken. Maar het is een gezond teken. Hij vraagt naar dingen, hij wil dingen weten. En ik kan hem niet alles op één dag bekendmaken. Stukje bij beetje vertel ik hem meer van de dingen van het leven. Heel eenvoudig. En met dat hij groter wordt, kan je meer vertellen. Maar hij is ook mijn kind. Hij is ook erfgenaam. Dat beseft hij helemaal niet. Ja, dat hij mijn kind is, beseft hij wel. En dat ik zijn vader ben. Maar dat hij erfgenaam is, dat beseft hij nog niet. Wat dat voor hem betekent, dat hij recht heeft op de erfenis, voor zover dat wat inhoudt bij mij, maar goed, dat vertel ik hem helemaal nog niet. Maar dat ga ik hem langzaam maar zeker uitleggen. En wat wil ik daarmee duidelijk maken? Dit. Dat hij nu reeds als kind erfgenaam is en in heel de erfenis in die zin deelt. Maar ik moet het hem langzaam gaan uitleggen. Stukje bij beetje mag ik bekendmaken waar hij nu reeds al in deelt. En hij is slechts 7 jaar. En dat wil God vanavond met je doen. Dat je je gaat verwonderen. En dat stukje bij beetje het voor je eigen oog, verstand en hart open gaat. En dat je je vanavond verwondert aan het begin van een nieuw jaar. Wat een rijkdom. Wat een leven. Echt iets om je over te verblijden. Blader met mij naar 1 Korinthe 2. En dat is een belangrijke tekst. 1 Korinthe 2, het 12e vers. Want daar gaat Paulus op datgene in wat ik net gedeeld heb. Wat hebben we geestelijk ontvangen? Wat zegt Paulus in 1 Korinthe 2 vers 12? Het volgende. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. En dan komt het woordje op dat wil zeggen met als doel, met de bedoeling. Wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Heel veel christenen die leven in de verwachting dat ze zijn tot geloof gekomen en nou gaan ze heel veel geestelijke zegeningen van God nog ontvangen totdat ze sterven. Of totdat de Heer komt. Maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Wij hebben alles reeds ontvangen toen we tot geloof gekomen zijn. We hebben het hele pakket in één keer gekregen. Nou, je kent dat flauwe grapje wel, hè? Dat je mensen blij maakt met een cadeau, één grote doos en dat doosje wordt steeds kleiner. Met dat je het ene uitpakt, zit er een kleinere doos in. En uiteindelijk is het cadeau minimaal. Kan wel van veel waarde zijn, maar om het te zien is het in ieder geval minimaal. Maar zo is het geestelijk ook. We hebben dat hele pakket gehad. En in dat grote cadeau, in dat grote pakket, zitten allerlei kleinere pakketten. Nou, en je ziet een kind, die begint eraan, hè, die is nieuwsgierig, die gaat kijken. En mijn vraag aan jullie is, kijk je zo wel eens in dat geestelijke cadeau?
Je hebt alles al aan het begin gehad, toen je tot geloof gekomen bent. Alles ontvangen. In Christus. Alles verkregen. Maar al zou God in één keer alles voor je ogen open doen, je zou het niet beseffen, kunnen beseffen. Je zou het bijna niet kunnen verdragen. En daarom stukje bij beetje gaat dat grote cadeau voor je open. Wordt het onthuld. En dat is waar we meer en meer zicht op moeten krijgen. En daar wil ik je vanavond in meenemen. Het is belangrijk wat we lazen in dat 12e vers. Als gelovigen hebben wij in de allereerste plaats, en dat is een bijzondere gave van God, de Heilige Geest ontvangen. God is geest. Hij is in de persoon van de Heer Jezus vlees geworden. Maar Jezus is hier niet meer. Hij is weer terug bij de Vader, kom ik zo op. Maar zijn geest heeft hij uitgestort, en dat niet alleen. Hier in dit lichaam, wonderlijk, woont God. Denk daar eens even rustig over na. Zijn geest woont in mij. Hij woont in jou, in u, die wederom geboren bent. Dat is toch ietsje om je over te verblijden. Dat is het eerste wat Paulus hier zegt. En dat is diezelfde geest waardoor wij mogen zeggen, Abba, Vader. Nou, is dat intiem of is dat niet intiem? Dat is intiem. En dat is het kenmerk van het christelijk geloof. Ik heb dat eerder gezegd. Niet een God op afstand, maar een God van nabij. Ik mag door die geest, die met Pinksteren is uitgestort, die in mijn hart is komen wonen en die mijn lichaam tot zijn tempel heeft gemaakt, door diezelfde geest mag ik tegen de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alle dingen onderhoudt door het woord van zijn kracht, tegen diezelfde God mag ik zeggen, Abba, Vader. Heb je het al eens zo gezegd? En heb je je relatie, mag ik het zo vanavond eens noemen, op deze manier beoefend? Ga je met God om als een vader-kindrelatie? Wat geweldig diep. Abba, Vader. Die geest die woont in ons. En nu wil diezelfde geest ons iets leren. Ik heb niet voor niks gezegd dat de Heilige Geest in ons is komen wonen en dat wij hem Vader noemen. Ik heb net het voorbeeld gebruikt van mijn zoontje Levi. Vader-kindrelatie. We praten met elkaar. We delen met elkaar. We hebben geen verborgen agenda. We zijn open naar elkaar. Dat is een wonderlijk iets. Maar zo is het hetzelfde met God de Vader en ons als zijn kinderen. En die geest wil ons iets bewust maken. Wat doet de Heilige Geest in ons? Nou, dat zegt de tekst. Die wil ons bekend maken. Die wil ons meer en meer bewust maken wat ons van God de Vader geschonken is. Dus de geest die wil vanavond de doeken weghalen. Die wil het podium vrij gaan maken, zodat je ziet, dit is me van God geschonken. Niet om dat op afstand te houden, maar om gewoon eenvoudig als een kind te aanvaarden. Zoals mijn zoontje Levi dat cadeau aanvaardt en hoe groot het ook is, hij kan het tillen. Begrijp je? Om dit gewoon wil hebben. En de Heilige Geest wil vanavond door de verkondiging van het evangelie, gewoon door eenvoudig de Bijbel te openen, jou laten zien. Hey, nou komt het wel erg dichtbij. Ik wist niet dat ik zo rijk was. Kijk, en dan ga je als vanzelf toegewijd leven. Als je dit ziet vanavond, als je dit pakt, dan verlies je alle kramp ook in de toewijding aan God. En dat hebben we nodig. Ontspannen geestelijk leven. Wij moeten niks meer. We hebben mogen slechts ontvangen. Aanvaarden dat wat Jezus voor ons en met ons gedaan heeft. Nu zegt er iemand, nou wil ik wel weten, wat is ons allemaal geschonken? Nou, ik ga een lijst noemen. En weet je, ik zou eigenlijk nu even 5 minuten pauze willen. En dat je voor jezelf eens op gaat schrijven. Want weet je, wij leven zo vluchtig. En dat is geestelijk heel jammer, hè? Maar dat je gewoon eens even een lijstje gaat maken voor jezelf.
Wat is mij nou door God geschonken? En ga me niet vertellen dat je niet verder als 2-3 dingen komt. Ja, en er is natuurlijk een slimmerik onder ons die zegt, in Christus heb ik alles ontvangen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Om gewoon eens bewust te worden, wat heb ik nou ontvangen? Dat is met een dagboek ook zo. Hè? Als je een dagboek bijhoudt en je kijkt aan het eind van het jaar eens terug, dan zeg je, joh, ik heb toch reden om me te verwonderen over het afgelopen jaar. Maar als je het niet had opgeschreven, was je de vluchten gaan voorbij gegaan, omdat je zoveel beleeft. En je moet verder in je leven, in je werk, in je studie, noem maar op. Dus we zijn ons niet meer bewust van de zegeningen, we tellen ze ook niet meer. Maar het is goed om dat eens te noteren. Nou, ik zal je een stukje helpen. Wat is ons geschonken? Nou, in de allereerste plaats, toen ik tot geloof kwam, toen zijn al mijn zonden vergeven. Zover het oosten verwijderd is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Is dat rijk of niet? Ik, doodschuldig, vrijgesproken op kosten van een ander. Dat is het eerste. Nou, al zou dat het enige zijn. Al zou dat het enige zijn. Dan zou je in de eeuwigheid tijd tekort komen om God daarvoor te danken. Als je jezelf een beetje kent. Dat er één iemand zichzelf gaf. Voor mij. Dat is het eerste. Vergeving van zonde. Wat nog meer? Nou, ik heb het net al genoemd. Toen ik tot geloof kwam. Toen is de Heilige Geest in mij komen wonen. En dat lied van opwekking, daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Hè? Hij is boven me, hij is naast me, hij is onder me, hij is voor me, hij is achter me. Nee joh, hij is in me. Dat is het nieuwe verbond. Dat andere is allemaal oude verbond, ondanks dat het in de opwekkingsbundel staat. Maar nieuw testamentisch is het zo. Hij is in mij komen wonen. Dat is veel rijker. Ik ben zijn ambassadeur geworden. Jezus is hier niet meer. Maar door zijn geest woont hij in mijn hart. Dat is ook een gave. Je bent een vertegenwoordiger geworden. Van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ben je daar rijk of niet? Als God in je woont. Denk daar eens rustig over na. En met dat je nadenkt, moet ik al naar de volgende gave. Want wat is ons nog meer geschonken? Eeuwig leven. Eeuwig leven. Moet je over nadenken. We zijn hier gaan leven. Om uiteindelijk tot in eeuwigheid gewoon door te leven. Ik heb het de vorige keer gezegd. Een kind van God, die gaat niet dood, die overlijdt. We worden over het lijden heen getild en we leven verder. In die volmaakte gemeenschap met God. Dat is ook een gave, eeuwig leven. Pensioen tot in eeuwigheid, zekerheid, vastheid. Met gegarandeerde uitkering. Geweldig. Wat nog meer? Nou, de macht van de zonde in mijn leven, die is gebroken. Nou, als er één gave is waar ik blij om ben, is het die gave. Het heb ik zelf niet bewerkt. Het heeft God in me gedaan. En door het geloof heb ik dat wat hij voor mij gedaan heeft, me eigen gemaakt. En wat houdt dat in? Dat de zondemacht in mij gebroken is, dat betekent dat ik geen slaaf meer ben van de zonde. Vroeger werd ik beheerst door de zonde. Hij bepaalde mijn leven, de zonde bepaalde mijn leven. Maar nu, de macht is gebroken. En met dat ik mag soms val in de zonde, heb ik geen leven meer in de zonde. De macht is gebroken. Wat een geweldige gave dat je geen slaaf meer hoeft te zijn. Wie wil er nou een slaaf zijn? Ja, ik wil een slaaf zijn. Maar een andere, inderdaad. Van Christus. Aan hem verbonden. En dat is het volgende, de gave. We hebben een andere Heer gekregen. Is dat niet geweldig? Werd ik eerst geknecht door de zonde. En was Satan de grote tegenstander, mijn Heer. Ik ben van de duisternis overgegaan in het licht. Ben van koninkrijk veranderd en dus ook van koning. Ik heb de Heer Jezus niet alleen als mijn zaligmaker, als mijn heiland aanvaard, maar ook als mijn
Kyrios, als de Heer van mijn leven. Komen we nog later op, geestvervuld leven. Wat rijk leven. Hij is mijn Heer geworden. En wat voor een Heer, hè? Die mij heeft lief gehad, wanneer? Toen ik serieus de Bijbel ging lezen? Of veel eerder? Van voor de grondlegging van de wereld. Hij. En dat heeft hij ook bekendgemaakt. Ik heb je lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. Hij is mijn Heer geworden. Is dat rijk of is dat niet rijk? Dat is toch rijk? Dat is toch een bemoediging aan het begin van het nieuwe jaar? Hoeveel mensen zijn vandaag niet gebonden aan een verslaving, occult gebonden of wat dan ook? Maar dat komt omdat ze onder een andere Heer leven als wij. Maar ik ben van meester veranderd. En dat is een meester. Kijk, weet je wat het verschil is? De duivel die prikkelt je altijd tot zonde, hè? Die houdt eerst het mooie voor en dan val je en vervolgens stelt hij je schuldig. Dat is het proces van de zonde. Er is niks zo heerlijk als dat je de zonde ziet liggen als het ware. En je gaat erover denken en je denkt, het is toch geweldig eigenlijk, hè? Als ik dat toch eens zou doen, kan ik genieten. De begeerte wordt opgewekt en je komt tot de daad van de zonde. En na afloop, nou, jij bent nou die christen die geestelijke groeiavonden zo fantastisch vindt. Je wordt schuldig gesteld. Maar dit is een Heer, mijn nieuwe Heer, de Heer Jezus Christus, die het beste met me voor heeft. Die eerlijk is, die oprecht is. Die mij corrigeert en terecht wijst. Maar die uiteindelijk gekomen is om mijn leven te geven en overvloed. Dat is mijn nieuwe Heer. Ook een gave. En weet je wat ook zo geweldig is? En ik heb gemerkt dat dat hier ook speelt. Ik heb ook een nieuwe identiteit gekregen. Nou, is dat geen gave? Dat vind ik zo heerlijk. En misschien heb je het wel gemerkt in die cursus. Dat ik niet meer hoef te leven voor mensen. Wat een bevrijding. Dat vind ik ook een heerlijke gave. Dat ik alleen maar hoef te inleven voor de instemming van mijn God. Van mijn Vader in de hemel. Niet meer bepalend hoe mensen over mij denken. Of ik wel de knapste ben en de leukste ben. Of ik wel aanzien heb en dat bepaalt dan wie ik ben. Niet mijn gaven zijn in tel, nee. God heeft mij gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. En door het geloven in de Heer Jezus heb ik een nieuwe identiteit gekregen. Nou, je hoeft je nergens meer druk om te maken. Is dat ontspannen of niet aan het begin van het nieuwe jaar? Heerlijk leven. En wat zie je al die mensen vechten om te werken aan hun identiteit. En oeh, nou heb ik die misstap gedaan, nou zal zij wel zo denken. En stel voor dat mijn schoonouders zo denken. Ik leef alleen maar voor eenmanspubliek. Een nieuwe identiteit, dat is ook een van die gaven. Nou, ik heb er een paar genoemd. Maak je zelf het lijstje af? Misschien vanavond nog wel in bed. Ik ga ze nog even opschrijven. En dan ga je er iedere ochtend naar kijken. Wat een gave. Dit is wat Paulus bedoelt. Dit is wat hij concreet bedoelt. Opdat we zouden weten wat ons geschonken wordt. Wat ons geschonken is. En er moet een moment in je leven gaan komen dat je hartelijk gaat zeggen. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Is dat niet brutaal dan? Nee joh. Helemaal niet. Ik zie ernaar uit dat mijn... Weet je wat ik het mooiste bij de verjaardag van mijn kinderen vind? Gewoon cadeautjes geven en dan iets naar achter gaan staan. En dan kijken hoe ze het uitpakken. Gewoon die oogjes. Die wilde, dat papier, hè, die mevrouw in de winkel, die stond netjes, moet natuurlijk strak ingepakt. Dat maakt allemaal niet uit, hij wil het hebben. En die oogjes, die glinsteren. Waarom? Hij weet wat erin zit. Dat, hè. En Mark, ik bedoel dat eerbiedig, maar zo wil God de Vader ons zien. Hij heeft alles gegeven. Dan is het toch geweldig om je te verdiepen in die schat. En daarom ja, vind ik het normaal dat een christen verlangt om op te wassen in kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Joh, moet je nou alweer spreken vanavond? Ja, dat klopt. We gaan verder in het proces. Maar ga je in 2013 dan weer verder? We gaan weer verder. Hij is mijn leven. Hij heeft alles gegeven en ik wil meer schatten ontdekken. Zodat ik ze niet alleen op afstand bekijk en zeg, nou, het is wel aardig.
fijn zegt dat Jezus dat gedaan heeft. Nee, ik wil alles hebben. Ik heb zondagochtend in de boodschap gezegd, stel dat je in de hemel komt. En daar lagen allerlei schatten. Maar je hebt je met andere dingen bezig gehad. Je was liever de Voetbal International aan het lezen. Of de knalpijp van je auto aan het vervangen. Of je was aan het internetten. En je hebt al die schatten laten liggen. Maar ik hunker en ik smacht ernaar. Heere Jezus, open mijn ogen steeds meer en meer. Want ik wil niet straks in de hemel u genieten. Ik wil het vandaag, 2013, wil ik u genieten. Ik wil dat vandaag tot me nemen. En dat begrijpen heel veel christenen niet. Die denken straks, ja, in de hemel straks. Dat is zo fijn. Nee, God wil ons hier een leven geven. Van overvloed. Dat is rijkdom, dat zijn schatten. En we hebben het in het drieluik gezien. Met Christus gekruisigd. De sterfdag van mijn eigen ik. Met Christus opgestaan. Mijn geboortedag. Vanavond met Christus gezet. In de hemel. Mijn nieuwe gezagspositie. Daar gaat het om. En wat is nou het doel? Dat we het niet alleen aanhoren, maar dat we het ook aannemen en dat we eruit gaan leven. Nou zegt er gelijk iemand, maar dit is te groot voor mij. Dit is veel te groot voor mij, veel te hoog voor mij. Ja, voor mij ook. Voor mij ook. Maar weet je, jouw opmerking, dat doet niets af aan de waarheid ervan, toch? Het kan wat te groot voor je zijn, verwonder je dan. Maar wijs het niet af. Voor mij is het ook te groot. Want wie ben ik? Maar het is mijn gebed, Heere, open mijn ogen er steeds meer voor. Zodat ik het ga pakken en eruit mag gaan leven. Want hoe je het ook ervaart vanavond, of je het nou te hoog vindt, te groot vindt, dit is de geestelijke realiteit van elke christen. En hoe komt het verschil nou openbaar? Nou, de ene christen, dat zeg ik eerlijk, leeft meer vanuit zijn positie, van wie hij is, dan een andere christen. En dat kan komen door onkunde. Sommige mensen weten dit niet. Hebben hier nog nooit van gehoord. De boodschap die zij zondags horen, die stopt bij geloof en bekering. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het leven met God. Dat andere is slechts het begin. Maar dit is leven. Als je je schatten ziet. Dus het kan onkunde zijn. Het kan ook vertwijfeling zijn of over de zekerheid van je behoud. Dat je het niet durft te eigenen. Omdat die zwager van je misschien een sterker verhaal hebt dan jij. En bij hem is het allemaal plotsklaps gegaan en bij jou geleidelijk. Nou, wat doet dat ertoe? Je deelt in hetzelfde. Dit is de geestelijke realiteit van elke christen. Als je nou uit de reformatorische kerken komt of de evangelische, dat doet er niet toe. Dit is waarin we mogen delen. En ik wil voor dat hele lichaam spreken. En dat hele lichaam leren waarin ze mogen delen. Opdat dat lichaam ook daadwerkelijk gaat leven. Want dan is het heerlijk om christen te zijn. Te midden van de moeilijkheden van het leven, want die heb ik ook. Maar dit blijft staan. Wij zijn één geworden. Met Christus. In zijn sterven, opstanding. Maar ook één geworden in zijn hemelvaart. We gaan het cadeautje wat verder uitpakken. Hè? Ik zeg nog niet in welke doos we zijn en hoeveel dozen we nog hebben. Maar we gaan het verder uitpakken. We zijn ook één geworden in zijn hemelvaart. Je zegt, maar we zijn hier toch nog? Jawel. Trouwens, de letterlijke komt eraan. Dat geloof ik. Dat gaan we ook meemaken. Maar als het gaat om onze positie, dan hebben we hemelvaart al meegemaakt. Alleen het letterlijke, het lijfelijke moet nog komen. Daar zien we naar uit. Maar als het gaat om mijn positie, dan ben ik al ten hemel gevaren. Wanneer? Toen Christus ging. Toen hij zijn discipelen achterliet. En zoals hij wegging, zo zal hij terugkomen. Precies op dezelfde plek. Hij ging weg van welke berg? Olijfberg. En waar zal hij straks zijn voeten op zetten? Op de Olijfberg. En dan gaat hij Jeruzalem in. Het is allemaal nog toekomstmuziek. Mag je nu al van zingen? Maar het krijgt straks zijn vervulling. Lees met mij 2 Korinthe 12.
Want dit heeft allemaal met het thema te maken, voor zover je dacht dat ik van mijn thema af aan het wijken ben. 2 Korinthe 12. Daar zegt Paulus een wonderlijk iets in het tweede vers. Paulus die schrijft daar. Ik ken namelijk een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. Wonderlijke tekst. Paulus die spreekt over de derde hemel. Nou, wat zit daarvoor dan? Ja, de tweede en de eerste. Dus er moeten al 3 hemelen zijn, toch? Als Paulus opgetrokken is in de derde hemel, dan moeten er 3 hemelen minimaal zijn. Nou, we onderscheiden de volgende. Ik kan er maar kort over zijn. Maar we hebben de aardse, ofwel de wolkenhemel. Vervolgens de sterrenhemel, of het heelal. En de derde hemel, dat is de hemel waar God en de engelen zich bevinden. De hemelse gewesten. 3 hemelen. Het is een mysterie, ik kan er maar iets van zeggen. Het gaat mijn bevattingsvermogen te boven. Maar dit is wat we uit de Bijbel kunnen halen. En ik heb dat nodig om te zeggen, omdat ik wil naar mijn punt vanavond. Die derde hemel. De bovenzinnelijke wereld. En let nu goed op. De hemelse gewesten. Want daar gaan we naartoe, of daar zijn we, geestelijk onze positie met Christus gezet in de hemelse gewesten. Dat betekent dat in de lagen daaronder bevinden zich machten en krachten. Anti-christelijke machten. Dit moet je even vasthouden. Het is misschien een beetje wiskunde, een beetje tekenen en je wat inbeelden. Maar we hebben dus lagen. En ik zeg dat eventjes, ik maak het wat praktisch om het te laten zien. Nu mag je met me mee bladeren naar de Efezebrief, even terug. De derde hemel. Paulus die heeft erin geblikt. En onder die derde hemel zijn dus lagen waarin veel antichristelijke machten zich manifesteren. Wat staat er in vers 20 van Efeze 1? Het volgende. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Hier staat dat de Heer Jezus de hemelen door is gegaan en zit bij de Vader aan de rechterhand. Ereplek. Erepositie. Aan zijn rechterhand, niet aan zijn linkerhand. Aan zijn rechterhand. Dit gaat over Christus. Nu moet je even naar hoofdstuk 2 gaan, het 6e vers. Want wat staat daar? En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. De Heer Jezus is de hemelen doorgegaan, is bij de Vader aangekomen. Dat moet wat geweest zijn overigens. Ik heb met Kes gesproken hoe de situatie was in de heerlijkheid bij de Vader voordat Jezus naar de wereld kwam. Moet je eens thuis eens nalezen. Spreuken 8. Schitterend. Hij was spelende voor het aangezicht van zijn Vader. Indrukwekkend. Zo was het in de heerlijkheid. En die heerlijkheid heeft hij voor jou en mij verlaten. En wat moet dat een feest geweest zijn toen hij terugkwam. Moet je indenken. Die miljoenen engelen daar en de Vader en de Zoon werden weer verenigd. En hij kwam daar binnen met de volle buit. En Vader keurde het offer goed. Dat moet indrukwekkend geweest zijn. Dat is jouw en mijn redding geweest. Maar hij nam niet alleen het offer mee, hij nam mij ook mee. Hij heeft mij meegenomen door de hemel in, want dat is wat hoofdstuk 2 vers 6 zegt. Dus Christus is niet alleen daar, maar in Christus ben ik ook de hemelen doorgegaan. Waar zit ik? Aan de rechterhand van de Vader. Ereplek, of niet?
Dat is onze geestelijke positie. Dat is wat de apostel hier beschrijft. Dus het eerste gedeelte, Efeze 1 vers 20, gaat over Christus. Efeze 2 vers 6 gaat over de christen. Jij en ik. En nu begint het je misschien een beetje te duizelen. Nou ga ik het uitleggen. Ik ga het vanuit de Bijbel aan je duidelijk maken. Met twee voorbeelden. Want hoe moet je dat nou praktisch zien? Wat is nou de geestelijke werkelijkheid daarvan? Dan moeten we even terug naar het Oude Testament. Naar het Oude Testament wordt daar al het met Christus gezet zijn in de hemel al uitgelegd. Jazeker. In het boek Exodus, hoef je niet op te zoeken hoor. Want dat zijn 4, 5, 6 hoofdstukken. Ja, je mag het opzoeken. Maar daar wordt gesproken over de tabernakel. Over alle voorwerpen die daar gemaakt werden. Daarvoor gemaakt werden. Daar kan je over de altaren lezen, het wasvat, noem maar op. En op een gegeven moment komt het hoofdstuk, dat is hoofdstuk 39, over de priesterkleding. En ik hoop dat er al iets in je wakker gaat worden, dat je zegt, hey. Nou, we gaan kijken naar het kleed van de hoge priester. Het is indrukwekkend om dat te lezen. Want wat lezen we daar? Nou, die hoge priester die had een borstkleed. Een borstschild. Ook wel de efod genoemd. En op dat borstschild had hij 12 edelstenen. Hier op zijn borst, wat zit er achter je borstkast? Je hart. Niet iedereen van jullie wist het. Maar neem het van mij aan. Aan de linkerkant zit je hart. Dat betekent dit. Dat die hoge priester die 12 edelstenen op zijn borst, op zijn hart droeg. En uit het hart, daar komen je verlangens en je begeerten uit voort, hè? Wat waren die 12 edelstenen? Dat waren de 12 zonen van Jacob. Iedere naam. Dat was het volk van Israël. Gods uitverkoren volk droeg de hoge priester op zijn hart. Hij droeg het volk van God op zijn hart. Daar zat een kloppend hart achter. Vind je dat niet mooi? Achter die 12 stammen. De 12 zonen van Jacob. En wat gebeurde er? Nou, de hoge priester, dat was de representant van Israël. Hij ging niet alleen de tabernakel in. Nee, hij vertegenwoordigde het volk. Hij droeg die 12 stenen mee de tabernakel in. En de hoge priester drong zelfs met dat volk op zijn hart door tot in het binnenste heiligdom. Vind je dat niet geweldig? Dat was het Oude Testament, het Eerste Testament. En in het Tweede Testament is het alleen maar rijker geworden. Want die hoge priester heeft zijn vervulling gekregen in niemand minder dan de Heer Jezus, onze hoge priester. Die daar zit aan de rechterhand van de Vader. Maar nou ga ik iets verklappen. Want die draagt jou en mij op zijn hart. Geloof je dat? Dat is wonderlijk. Die heeft jou en mij zo lief gehad. Dat hij zichzelf voor jou heeft gegeven. En zoals die hoge priester dat volk indroeg tot in het binnenste heiligdom. Kijk, nou valt het kwartje. Zo droeg Jezus jou, u en mij binnen. In het binnenste heiligdom bij de Vader. Wij zijn op het hart van Jezus. Ben je zo dicht bij hem, dat je zijn hart wel eens hoort kloppen? Voelt kloppen? Zo intiem. En dat is wat de Bijbel bedoelt met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Want toen hij door de hemelen is doorgegaan, toen kwam hij daar in de heerlijkheid bij de Vader. In het binnenst heiligdom bij uitstek, zou ik zeggen. In de tabernakel der tabernakelen. Heiliger kan niet. En ik zeg het met eerbied gesproken. Bij de poort zei hij niet, nou moeten jullie even wachten. Ik ga zelf verder. Nee. Hij zei, ik neem je mee. Ik ga je een positie geven. Ja, dat is geweldig, hè. Ik voel dat ik nu sta te stamelen, weet je dat? Want zo kostbaar zijn zijn kinderen, dat hij ze heeft ingedragen
tot in het binnenste heiligdom. Is dat rijkdom of is dat geen rijkdom? Zo dierbaar ben ik voor de Vader. Niet de God op afstand, maar ik ben met Christus door de hemelen doorgegaan. En ik ben binnengegaan in het binnenste heiligdom. Wij zijn nu nog lichamelijk op aarde, maar nu komt het hoor. De Heere ziet zijn volk al bij hem. Zo lief had hij ons. Omdat Jezus de namen van de zijnen op zijn hart draagt. De hoge priester, het eerste beeld. Het tweede. De Heere Jezus heeft een lichaam. En dat ben jij. Onder andere. Ik weet niet wat je bent, misschien ben je een voet of een hand. Wat ben je? Je bent het lichaam in ieder geval. Bij een lichaam hoort een hoofd. Dat is een eenheid. Het kan niet zo zijn dat het hoofd in de hemel is en dat het lichaam nog op aarde is. Daar waar het hoofd is, daar is het. Wil je dat even allemaal zeggen, want volgens mij begrijp je het anders niet. Waar het hoofd is, daar is het lichaam. En dat is de geestelijke realiteit van het met Christus gezet zijn in de hemelen. Dat is niet te scheiden. Dat is logisch. Maar je moet het geestelijk tot je gaan nemen. Dat is een mysterie. Het hoofd kan niet los zijn van het lichaam. Daar waar het hoofd is, is het lichaam. En het hoofd is opgevaren in heerlijkheid en majesteit. Maar wij zijn met hem meegegaan, want hoofd en lichaam zijn aan elkaar verbonden. En nu komt het, want zijn realiteit is onze realiteit. En wat is zijn realiteit? Gezeten aan de rechterhand van de Vader. Erepositie. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam. En ik heb diezelfde realiteit. Als lichaam van het hoofd. Zijn wij geestelijk daar waar hij is. Wat lezen we in Efeze 1 vers 21? En nu komt er een wat technisch gedeelte, maar ik hoop dat je er nog even bij blijft. Dat is een moeilijke tekst. Ik ga daar iets van zeggen. Want de staat van Christus, dat hij gezet is in de hemelse gewesten. En wat betekent dat? Nou, concreet dit, wat vers 21 zegt. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Wat betekent dat? Boven elke overheid. Nou, als je het Grieks bestudeert, dan staat daar boven elk bestuur. Boven elk gezag. Boven elke bestuursfunctie. Deze wereld wordt niet geregeerd vanuit Washington of vanuit Moskou. Die wordt geregeerd vanuit de hemel. Wat een troost. Wat een bemoediging. Hij is gezet boven elke overheid. Het tweede, boven alle macht. En ik citeer dit. Dat is een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen, moet je goed luisteren, niet begrensd worden door personen of zaken met een hogere autoriteit. Dat is mooi, hè? Er is geen hogere autoriteit daar. Jezus heeft de hoogste autoriteit. Hij is gezet boven alle macht. Er is geen hogere autoriteit. Wat een troost dat dat onze heiland is, niet? Er is geen hogere autoriteit. Dat is wat er staat. Het volgende, boven alle kracht. Weet je wat er in de grondtaal staat? Dynamiet. Nou, dat hebben we met oud en nieuw gemerkt. Sommigen lichamelijk zelfs, wat dynamiet doet. Dat heeft mensen in beweging soms letterlijk gezet. Maar dat is letterlijk wat daar staat in de grondtaal. Kracht, dynamiet. Het vermogen dat iemand heeft of dat iets heeft om iets te doen. En bij machten en krachten gaat het gezien de andere teksten in deze brief over geestelijke wezens met kracht. Het vierde, boven alle heerschappij. Dat wil zeggen bovennatuurlijke heerschappij. En als je de brieven van Paulus leest, die schreef aan de Efeziërs, aan de Colossenzen, dan gaat het over de engelenmachten. Dus hij is ook boven de engelen gezet. En het laatste wat hier genoemd wordt, en hij heeft een naam gekregen, of een naam, of hij is gezet boven alle naam die genoemd wordt. Nou, en het noemen of aanroepen van een naam heeft te maken met verering, met dienen en gehoorzamen. Maar zelfs daar is hij bovenuit gezet.
gestegen. Kortom, Jezus Christus, onze Heer en onze Heiland, is gezeten boven alle machten en krachten. Wat een troost. Je moet deze studie nog maar een keer luisteren, want dat is best veel. Maar wat een troost. Als je dit rustig op je in laat werken. En dat niet alleen dat Hij daarboven is gezet. Maar we waren toch één plan met Hem. Dus het geldt dat dit ook voor ons van toepassing is. Blader even naar de Romeinenbrief. Dat is diezelfde Paulus. Wat heeft die man een geheimenissen mogen onthullen? Ongekend. Romeinen 8, vers 37. Jezus Christus, Hij is overwinnaar. Over de zonde, over de dood, over Satan en over demonen, over alles. Niets kon Hem hier houden. Hij brak overal doorheen. Geen zegel kon Hem vasthouden. Hij is overwinnaar. En nu moet je eens lezen in Romeinen 8, vers 37. Ik zou het liefst willen dat we dit met elkaar hardop voorlezen. Zullen we dat eens doen? Wat staat er in Romeinen 8, vers 37? Maakt niet uit welke vertaling je hebt. Lees dit. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Wil je die tekst in je Bijbel onderstrepen? We hebben gezien, Christus gezet. Boven alles wat in Efeze 1 vers 21 genoemd wordt. En misschien heb je gezegd, dat is geweldig. Prachtig. Maar wat is onze realiteit op dit moment? Romeinen 8, vers 37. Geloof je dat? Ik verzin dit niet. Dit is wat er staat. Dit is nou een van die gaven. We hebben weer een doos uitgepakt. Dit is nou een van die cadeaus. Die je misschien veel te groot acht voor jezelf. En je zegt, het is te hoog voor mij. Hier kan ik niet bij. En het blijft staan. In Christus, meer dan overwinnaars. Weet je wat daar in het Grieks staat? Superoverwinnaars. Is dat niet hoogmoedig? Broeders en zusters, ik meen dit uit de grond van mijn hart. God wil dat we ons dit eigen maken. Zo rijk. Zo verrijkend. Niet een karige God. Nu begrijp je toch de tekst dat Jezus gekomen is om leven te geven en overvloed. Wil niet zeggen dat van een laaie dakje in je leven gaat. Heeft niets te maken met welvaartsevangelie. Dit zijn de feiten. Dit is de geestelijke realiteit van elke christen. Iets om je over te verwonderen. En aangezien de gelovigen in Christus zijn, zijn ook zij boven alle macht en kracht verheven. Ik ga afronden. Nu nog even een paar praktische dingen. Want dit was de theorie en die moet je helder hebben. Want als je de theorie, de feiten niet helder hebt in je hoofd, zei een predikant tegen mij, dan zullen ze nooit in je hart zakken. Moeten voet zakken. Zodat je eruit gaat leven. Want de praktijk is niet iets, en dat merk ik nogal eens. Ik merk het ook een tijdje terug in de groepen. Ja, het is mooi dat het zo is. Weet je wel? Ja, mooi zeg. Met Christus gekruisigd. Ja, inderdaad. Indrukwekkend. Ja, maar het gaat erom dat je er zo uit gaat leven. Want anders heb je er nog geen baat bij. Toch? Dus je moet die geestelijke waarheden je eigen maken. Dat geestelijke drieluik wat we hebben gehad. En ik wil dat toch even benadrukken. Met Christus gekruisigd. Met Christus opgestaan. Met Christus gezet in de hemelse gewesten. Dat is en blijft in de allereerste plaats een geloofzaak. Voor degene die het geloven. En het in het geloof zich eigen maken. En niet allemaal blijven redeneren. Ja, maar ik voel het niet. Ja, de ene keer voel ik het, de andere keer niet. Als ik op een geestelijke groeiavond ben, ja, dan heb ik het wel te pakken. Nee, je moet het op een gegeven moment voor jezelf vaststellen. Dit is mij geschonken. Wanneer? Halverwege de weg toen ik met de Heer wandelde. Nee, reeds aan het begin. Alles ontvangen. En ik wil het voor je onthullen vanavond. In navolging van de apostel Paulus. Zodat je je verwonderen gaat over dat geheimenis. Maar het heeft wel zijn uitwerking in de praktijk. Het is een geloofzaak. Het is een geestelijke realiteit. Ik kan het niet voor je uittekenen of zo. Ik kan het ook niet tastbaar maken in die zin.
Maar als je deze geestelijke realiteit, luister nog even goed, als je deze geestelijke realiteit kan pakken, God daarvoor kan danken, dan komt in je leven openbaar of je het begrepen hebt. Begrijp je me? Of je het drieluik van de laatste drie avonden begrepen hebt, moet je gaan zien in je leven. Daar kan je het aan toetsen. Of je het echt begrepen hebt. En wat is het doel van God? Geestelijke volwassenheid. Groeien naar de geestelijke volwassenheid. Ontspannen leven met hem. Nou, ik geloof echt. En ik zou heel wat jaar in heel veel gemeentes alleen maar willen preken over met Christus gekruisigd, met Christus opgestaan, met Christus gezet in de hemelse gewesten. Als we dat ons eigen maken, gaat er in Nederland iets gebeuren. Want dan zijn we af van alle ego's. Want die hangen aan het kruis. Dus we hebben geen egocentrische christenen meer. We leven volledig toegewijd aan de wil van de Vader. En we gaan handelen uit onze nieuwe positie. Nou, dat is opwekking. Dat is opwekking. En daar verlang ik naar voordat de heiland komt. Welke twee praktische consequenties heeft dit geestelijke drieluik? Ik ga over dat eerste niet te veel zeggen, want dat heb ik vorige keer al gezegd, met Christus opgestaan. Maar dit heeft tot gevolg. Als je drieluik begrepen hebt, heeft dat tot gevolg dit. Indien je met Christus bent opgewekt, zoek en bedenk de dingen die boven zijn. En niet die van deze wereld zijn. Want de wereld die gaat voorbij. En we houden ons bezig met dingen die blijvende waarde hebben. Toch? Amen. Dat is belangrijk. Dat je dat vaststelt voor jezelf en jezelf ook corrigeert als je merkt dat je gedachten elders naartoe gaan. Dat je niet meer gefocust bent op de hemel. Wees alert in je wandel. Want we zijn met Christus gestorven en we zijn in nieuwheid van leven opgestaan. Nou, leef dan ook dat nieuwe leven in de kracht van Jezus' opstanding. Het gaat niet om dat jij zo'n krachtig persoon bent. Het gaat erom dat je gebruik maakt van de kracht van Jezus' opstanding. Want die is de jouwe geworden. Daar mag je in gaan staan. En dat nieuwe leven gaan leven. Wees niet aardsgezind, maar wees hemelsgezind. Het hoofd omhoog en het hart naar boven, want hier beneden is het niet. Ik ga verder, volgens mij schreef Lodestein het. Het ware leven, lieven, loven is daar waar men Jezus ziet. Amen. Dat is het leven. Het tweede, waar het in de praktijk van je leven aan te zien is, is dat je met Christus gezet bent in de hemel. Dat wil zeggen, Christus aan de rechterhand van de Vader, daar heeft hij een gezagspositie gekregen die jouw gezagspositie is geworden. Dus het gezet zijn in de hemel wil zeggen dat je een andere positie hebt gekregen. En ik hoop dat dat lampje is gaan branden en dat dat kwartje is gevallen. Alle gaven, alle rijkdommen, alle schatten die ik je vanavond heb opgenoemd, dat heeft je gebracht op een ander terrein. Heb je dat meegemaakt innerlijk? Begrijp je? Alles wat je ontvangen heeft, dat heeft iets met je gedaan. Ja, je bent naar een ander terrein vervoerd. Je hebt een andere plek gekregen. Je hebt een andere positie gekregen. Door al die schatten die je hebt ontvangen. Wat God in je heeft gedaan. Je hebt een ander plaatsje gekregen. Je bent verhuisd. Een nieuwe positie ontvangen. En dat ga ik duidelijk maken met een voorbeeld. Want heel veel christenen die stemmen verstandelijk hiermee in. Maar je moet ook die positie in gaan nemen. Zoals een politieagent. Ik weet niet of ik het voorbeeld hier gebruik, maar ik ga het weer gebruiken. Al is het alleen maar voor de opname. Als ik in dit jasje hier langs de Graafstroom ga staan en ik hou alle auto's tegen. Althans, ik doe een poging om ze tegen te houden. Nou, de eerste twee die stoppen. En die hebben misschien, nou, die man die zal wat te vragen hebben. Maar als ik agentje ga spelen in dit tenu, verwacht ik niet dat er heel veel mensen onder de indruk van me komen. En de eerste twee zullen stoppen en de derde auto zegt, nou ja, die man, laat hem maar goed. Laat hem zijn ding doen. En die zien me niet helemaal voor vol aan. Maar zodra ik terugkom en ik kleed me hierom, en ik doe mijn politiepet op en mijn pak aan, en ik krijg zo'n stok met zo'n lamp erop,
En ik ga dan langs de graafstroom staan. Dan ben ik dezelfde persoon. Alleen in een ander tenu. En ik ga in mijn gezagspositie staan. Ik ben oom agent. En dan gaan diezelfde mensen die eerst stopten, anders op mij reageren of niet? Als ze dan van de andere kant terugkomen, dan sta ik daar in één keer met mijn pet en mijn lamp. En dan stoppen ze wel. Ben ik als persoon veranderd? Nee, ik heb mijn positie ingenomen die ik ontvangen heb. En heel veel christenen gaan in hun gewone kloffie de vijand tegemoet. En dan kunnen ze geen weerstand bieden. En ze leiden geestelijke nederlaag op nederlaag. En ze leiden een leven van moedeloosheid. Hoe komt dat? Omdat God hen een wapenrusting heeft gegeven. Maar in de allereerste plaats een positie. En de Satan is niet onder de indruk van jou. Geloof me. Echt niet. Maar hij is wel onder de indruk van de Heer Jezus. En hij kan slecht tegen het bloed van het lam. En waarom is het belangrijk om dat te zeggen? Omdat ik in Christus een nieuwe positie heb ontvangen. En in zijn autoriteit ga ik optreden. Tegen verzoekingen in mijn denken. Tegen aanvallen van de tegenstander. Ik ga hem herkennen. Hé, hij komt van links. Nou komt hij van rechts. Weerstand bieden in je gedachtenleven. Omdat jij zo'n krachtig figuur bent. Nee, omdat jij in jouw nieuwe positie gaat staan. En je bent gezet boven alle macht en kracht. En wat zei ik? Onder die derde hemel zijn machten actief in dat vlak daaronder. En daar ben jij boven gezet. Kom ik in mijn gewone kloffie aan, dan opereer ik onder die derde hemel. Begrijp je wat ik bedoel? Het is een beetje plastisch wat ik zeg, maar dit is echt belangrijk. Maar zodra ik in mijn positie gestaan, ik ben een nieuwe schepping. Satan, je hebt geen recht op me. En ik weersta hem. En hij vliet van mij. Dit is waar wij toe in staat zijn. En wees niet bevreesd dat dat hoogmoedig is. Dit is Bijbelse taal. En ik geloof dat hier de christelijke gemeente sterker van kan worden. Satan wijkt niet voor een natuurlijk mens, maar wel voor Christus. En in hem heb ik een nieuwe positie ontvangen. Jacobus schrijft het. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. We zijn heilsoldaten geworden van koning Jezus. En van onze positie in Christus. Onze positie in de hemel. Kunnen we, mogen we, moeten we weerstand bieden tegen de zonde. Tegen de Satan. En tegen al zijn demonen. Zijn we nou rijk of zijn we niet rijk? Rijk, hè? Dit is toch rijk? Ik ben hier zo blij van geworden in de voorbereiding. Dat ik zo'n God mag dienen. Die door zijn geest in mij woont. Ben ik dan beter als jullie hoger? Nee, we zijn allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde, allemaal lid van het lichaam. En we delen allemaal in dezelfde gaven. Dat is toch geweldig mooi. En ik wil dat je het vanavond pakt. Dat je vanavond, voordat je naar bed gaat, je knieën buigt. En zeg, Heere God, ik wist niet dat ik zo rijk was. Misschien moeten we straks wel een dankstond houden. Dat we gewoon eens eerlijk uit ons hart naar God bekendmaken, Heere God. Ik zie het vanavond voor het eerst. En als je het al gezien had, dat je zegt, ik heb me opnieuw verwonderd vanavond. Wonderlijke God, dat ik daarin mag delen. Amen.